Ik ben hartstikke trots. Ik kom altijd binnen en als ik wegga, heb ik de hele dag complimenten. De eerste dag was een beetje wennen. Nou, na een week, twee weken was ik helemaal gewend. En toen dacht ik, als ik hier zou werken, dan wil ik wel. In de ochtend zorg ik voor ontbijt voor cliënten. Daartussendoor doe ik ook de was. En ook komen oproepen om te helpen met bijvoorbeeld steunkous aantrekken. Verschillende mensen, verschillende verhalen. Dat vind ik allemaal leuk. Je moet gewoon geven, jezelf geven voor cliënten. Klaar zijn voor cliënten. We werken gewoon als één team. Het is gezellig altijd. Als het een nieuwe plek is en groter is, zie ik nog meer dan wat ik nu heb. Ik wil helemaal niet meer weggaan.